6ix9ine is daar nu. We zien hem al, maar hij komt niet door. Nee, maar hij komt nu, hij wordt er nu zeg maar aangekomen. Yo, Gier Gast hier en Martijn. Wij zitten in Ibiza. Ja, en wij zitten hier niet zomaar, want we hebben een zomernummertje gemaakt met Gio. En we willen hier de clip gaan opnemen. Ja, jullie voelen hem waarschijnlijk al aankomen. Dat willen we gaan doen met nul budget. Martijn, wat hebben we nodig voor een goede zomerclip? Bitches. Ja, die kosten geld. Dikke auto's. Ja, die hebben we niet. Je zou eigenlijk ook wel een boot willen, je zit toch in Ibiza. We hebben ook geen dikke boot. Nee. Kijk, de enige mensen die dit soort dingen gratis kunnen krijgen hier op zo'n eiland, ja, dat zijn supersterren. Met heel veel bereik. Met heel veel bereik. Dus er zit er eigenlijk maar één ding op. We gaan als 6ix9ine. Voor de mensen die niet zo into hip-hop zijn, 6ix9ine is een controversiële rapper die zo'n beetje met iedereen ruzie maakt, waaronder rapper Chief Keef. Hij valt op door zijn gekleurde haar en tattoos in zijn gezicht. Ideaal voor een gierige gastenvermomming. Ik heb hier een pruik, die heb ik helemaal ondergespoten met allemaal spuitverf. Waardoor die nu enigszins op het haar van 6ix9ine lijkt. En we gaan nu even een botenverhuurbedrijf bellen om te kijken of we een jacht in Ibiza kunnen regelen. Boatsters. Oh, dit is gewoon een Nederlands bedrijf. Het komt van pas met jouw gebrekkige Engels. Oh, maar ze vuren wel boot in Ibiza hier. Oké, Ik ga ze bellen. Are you speaking Dutch? Yes, ja, ik spreek Nederlands. Nederlands, oké, hi. Ik ben de manager van een videoclipproductie in Ibiza. Is het mogelijk dat ik morgen een boot heb om de opnames op te doen? Want ik hoorde dat bootsters de beste boten over de wereld hadden. Ze hebben mij de opdracht gegeven om het zonder budget te maken. Maar ja, we zijn een clip aan het schieten voor een bekende rapper. Het is rapper 6ix9ine. Ik weet niet of je dat wat zegt. Wie is het? Nou ja, je kan hem opzoeken nu op internet. Hij heeft een bereik van meer dan 100 miljoen op Instagram. Okay. Zijn videoclips worden meer dan 100 miljoen keer bekeken. Dus ik denk dat we wel een soort van win-win situatie van kunnen maken. Dat wij misschien een beetje promo kunnen doen voor bootsters. Vraagt voor wat zijn zeg maar, de social media guarantees die we kunnen krijgen. Hij kan sowieso een post op de wall krijgen en in de story ook als jullie dat willen. Nou, dit zijn echt de dingen die we normaal echt nooit doen. We krijgen natuurlijk dagelijks requests van Instagram. Mensen die dan voor heel veel korting iets willen, dat doen we eigenlijk nooit. Nee, snap ik. Maar goed, weet je, als jij mij kan beloven en kan garanderen dat wij daar heel goed in meegenomen worden, dan wil mijn marketingteam daar wel mee. We hebben namelijk perfect schip morgen beschikbaar. Dus ja, als jij mij die garanties nogmaals echt kan bevestigen, ja, dan kunnen we ergens komen. Als jij me nog even een e-mail stuurt met alles wat wij morgen krijgen, dan stuur ik akkoord op het feit dat wij die post doen online. Oké, Niels. Topper. Yo, bedankt. Oei, oei. Boom! Yes! Oh, jij hebt de boot gefixt. Fucking chill. Maar nu hebben we nog gewoon de dames nodig die op de boot willen zitten. Ja, die gaan we hier regelen op de boulevard. Gaan vragen of ze morgen een clip willen schieten. Ja, morgen gaan we hier dus een clip schieten met een Amerikaanse rapper. Op een boot. Ja. We hebben een hele toffe boot gefixt. Free booze. So, are you interested? En over wie gaat het? Om wie gaat het? Over welke rapper? Ja? 6ix9ine heet hij. Normaal vragen we geld, hè? Ja, nee, het is snap, hè? Ja, ja, nee, daarom. Heel tof dat je doet. Let's exchange numbers. Ja? Yeah? Right? Ja, cool. Voordat we de volgende dag op de boot stappen, zijn we op zoek naar een dure geparkeerde auto. Zie jij wat ik zie? Ja. Volgens mij moeten we hier een beetje gebruik van maken in onze videoclip. Dit is een hele dikke auto. Een hele lekkere. Ik zou zeggen, deze is even van ons voor 5 minuutjes, okay, totdat de eigenaar komt. Okay, laten we snel drijven dat die auto weg is. Let's go! Terwijl Martijn kennis maakt met de booteigenaren, ben ik druk bezig met mijn vermomming. Oké, 6ix9ine is een blood. Daar helemaal het rode outfitje. Even kijken. Blijf lang op die boot. Zo. 6ix9ine of is dit 6ix9ine? Blood. Blood, blood, this is how we do. Scum gang! Het is geen, ja, het is een grote boot, maar niet groot genoeg zodat Niels niet gezien wordt. Dus het wordt echt gewoon instappen en gelijk door. Dus ik ga even proberen te polsen zodat we gelijk door kunnen.
6ix9ine die kan hier elk moment zijn. Ja. We hebben niet de hele dag, dus als we gelijk dan door kunnen. Ja, nee, daarom hebben we ook volgende klant te staan. Top, dus als hij aankomt, gewoon trossen los. Kan jij even mijn gezicht gaan opmaken? Ja, ja? Ik heb natuurlijk wel echt een 6ix9ine. Maar je benen moeten wel. Ik kan niet zo wit blijven. Daar verraad je wel eens mee, hoor. Je lijkt er wel op, ik moet erin. Ja, wat pissy. Ja, wat pissy. Hey, de outfit is helemaal gefixt. Make-up is gefixt. We moeten nu even wachten totdat de modellen komen. Ik hoop dat ze komen. En actie. Ja, en die modellen die kwamen toch wel opdagen. En daar bouwden we deze mooie shots mee. We zijn nu de shots aan het maken van de modellen. Die denken dus nu dat ze bezig zijn voor 6ix9ine. Als dit nu nog fout gaat, dan baal ik. Zullen we zo meteen 6ix9ine ontmoeten? Ja, heet! Zullen we 6ix9ine ontmoeten zo meteen? Ja, man. Ja, dit wordt heel leuk, want ze denken echt allemaal dat ik kom. Hey, ik ben helemaal zenuwachtig, man. Ik zou Willem echt graag ontmoeten. Ja, maar we moeten gewoon gelijk weggaan varen als het heel stroop is. Gewoon trotsloos weg. Is daar nu. We zien hem al, maar door. Nee, maar hij komt nu af en toe niet zeg maar aangetoen. Scum gang, bloed gang, gummy gummy rolling. Top, dan gaan we zo weg. Ja, echt. Oké, ze zijn er, trossen los. Oké, volgens mij zijn we compleet jongens. We kunnen, trossen los. 6ix9ine is here, right? Zou 6ix9ine allemaal een beetje met rust laten? Maar denken ze echt dat 6ix9ine is? Ja, een paar wel. Ik heb wel een paar al gezegd van 6ix9ine, ik ben wel benieuwd man. Ik vind hem echt cool, weet je wel. Oh echt? Ja, ja. Dus daar moet je even nog heel veel dan... Heel laag blijven. Ja, want kijk, hoe verder wij van de haven weg zijn, ze kunnen niet af. Dan kunnen we gewoon een clip schieten. Maar toen we de skere wijn inschonken, werden de dames toch een beetje achterdochtig. En moest ik wel mijn gezicht laten zien. Come gang. Fuck Chief Keef, fuck Chief Keef. Hey girls. Jij bent gewoon die guy van gisteren. Ja, dit is echt heel slecht jongens. Hey, it's not 6ix9ine. Gelukkig konden de vrouwen erom lachen, maar bij boodsters waren ze wel een beetje boos. Vervolgens is die er niet. Ja, het is een of andere rare grap om het voor elkaar te krijgen om een gratis boot met chicks in de Ibiza te doen. Ja, klopt. Ja, nou wij hebben afgesproken om social media iets te delen op 6ix9ine. Maar dat kunnen we inderdaad niet geven, want dat zijn we niet. We hebben wel een YouTube-kanaal in Nederland. Ja. Daar komen jullie wel voorbij. Er wordt gewoon serieus een videoclip geschoten. Daar komen jullie voorbij. Dus jullie hebben alsnog. We kunnen gewoon die promo gewoon maken van jullie. Ja, we kunnen alsnog de promo maken. Kijk, we kunnen of hier kappen. En dan is het hele feest voorbij. Of we kunnen gewoon nog steeds alles wat we doen, een videoclip maken, promo geven. Ja, weet je, alles. Als je eerder had gezegd, had ik het misschien ook wel goed gevonden. Ja, maar wij wilden ook de modellen en de vrouwen hier. Ja, ik snap op de dat boot jij het jezelf meekrijgt. Maar luister, we gaan het gewoon doen. Maar okay. Dan wil ik wel gewoon een positieve draai eraan geven. Is goed. Ja. Ja? Thanks. Gaan ja, man, top. Thanks. We gaan het goed maken met je. Oké, cool. Hey, zullen we gewoon die clip gaan draaien dan? Clip draaien. Nu is al die hele hoogste er ook af. Dus sorry dames, sorry dames. Jullie moeten het doen met Gio. Oh, potverdorie. Oké, Marty, box, clipje staat erop. En hoe? Ik denk dat die heel vet gaat worden, wij gaan hem thuis editen. Vrijdag 6 juli komt de plaat uit, niet te koop, samen met Gio. Je kunt hem zien op dit kanaal en je kunt hem natuurlijk dan ook streamen op Spotify. Dus, kapot streamen. Ga hem kapot streamen. Wij willen jullie bedanken voor het kijken, like even de aflevering als jullie hem vet vonden. En abonneer ook nog op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En volgende week gewoon met een nieuwe video. Yes. Later. Ga je met... Ja. Oké, en go! Ja, en... Doe agressief, hè, agressief! Ja.